Bos. Mevrouw Bos Veenstra op de fiets. Hancock, met achter hem wegfietsende Hans Wiegers. Mevrouw Bos zoekt kleding uit in de winkel van Boels. Op de fiets de dames Minnie de Vries Vos, Wanders Veldman en Otto de Vries. Hier zien we de postbodes Hinkswan en Walter Piek. De heer en mevrouw Flap komen uit een schippersfamilie van de Zijdak. De slagerij van Klaas Mulder. We zien Jan Visser en Dirk Noor. Klant is mevrouw Westera Boer. Mevrouw Margien van de Werflok. Al harkende mevrouw Maaike van de Veen Forsterveld. Naast de auto lopend herkennen we de stationschef Hofman. Op de fiets Dirk Bakker. Slagerij Veldkamp. Mevrouw Kaatje de Vries van Oenen. Hier de brug ter hoogte van het Van Goghuis. Het café van Valken, waar Henny Valken een oranjeboompulsje tapt. Stamgast Rieks van der Weijden. Het zoontje van de heer Valken. Hier de vrouw van Jan Meijering. Haar meisjesnaam was Marie Seinhorst. Minnie Ottens Woering. De elektrowinkel met E. Noordhof senior. Mevrouw Henny Lotteman Beckman gaat naar binnen. Mevrouw Noordhof lapt de ramen. De heer Rijn de Scholten. Mevrouw van Aalst. Bernardus van Aalst, oud molenaar, is aan het zagen. Hier Jan Scholten, rangeerde van het spoor. Mevrouw Scholten, Vladeres. Dit is het gebouw De Werkhorst. De heer Hofman. Het koor met de prachtige naam De Jeugd van Vroeger, met onder andere de dames Joustra, Spaling Pater, Pepping, Vladeres Doevendans, Zevenberg, Spaling Vos, Kiewiet, Bakker, Wanders, De Vries, Kortwijk, Fokus, Vries de Lange en de dirigente mevrouw Meijering. Kaartspelend zien we de heren Jan de Vries, Boers, Lubbe de Vries en Hendrik Pals. In de keuken mevrouw Roelina Mink Kuik. Gerrit Jan Braker op paard. Hier zien we de Breehof. Van de breiende dames herkennen we onder andere mevrouw Brakel, Witthaar Klein en Spaling Boers. Mevrouw Grietje Geers Hardes heeft een prachtige lampenkap gemaakt. Onder leiding van mevrouw Peters Jacobs zijn deze mannen bezig met het vlechten van Pietrit. De zogenaamde zitgymnastiek.
De man achter de biljarttafel, met sigaar, is de heer Jan Kops. Deze wuivende man is de heer Pas. De oude mevrouw met knoet is mevrouw Brakel. Alle ziekenverzorgsters verzamelden zich buiten voor de film. Dit is mevrouw Brouwer. De man met de pijp is Albert Volkerts. Hier zien we de school aan het Domse Kanaal met als hoofdmeester Van der Woude. Van het onderwijzend personeel herkennen we ook meester Meijering, meester Boezen, Harms, Van Wijk en juffrouw Plantinga. Dit houten gebouw is de kleuterschool De Wenke. Nu volgt een heel stuk zonder bij ons bekende namen, tot en met de zwaaiengroep. Juffrouw Ali Hering. Het meisje Margaret Bos. Meester Planting. Voetballen op het speelveld. Hier meester Anne de Vries. Meester Planting, mevrouw Planting-Meijer en de kinderen nemen afscheid van de filmploeg. Deze dames zijn druk bezig met bloemschikken in het gebouw van de vrijzinnig hervormde kerk. We herkennen onder andere de dames Trientje van Dijk, Kievit, Brons-Meijer, Berens, Schreur en Winkelman. De trein komt aan op station Nieuw-Amsterdam.
conducteur De Groot, perronchef Steffens. Hier zien we het vertrek van de zogenaamde hondenkoptrein. Een olietrein vertrekt. Stationschef Hofman in gesprek met de heer Steffens. De school in Veenoord aan de Middenweg. We herkennen onder andere Erik en Mans Vinken, Henny van der Velde, Johnny Veenstra, Joke Spiegelaar, Annette Musquet, Gerrit Maasenier, Tineke Lauwers, Martinus Doldersum en Thea van Dijk. Meester Mulder loopt door de gang. Bij het bokspringen zien we onder andere Jongens Germs, Jans Knecht en Roel Vitta. Vechten, maar wel eerlijk. Voor straf, zogenaamd, toch naar binnen. Kruiwagentjes spelen onder het oog van de meester. Een optocht van kinderen geleid door een voor ons onbekende juf. Hier de Nederlands hervormde school aan de Herendijk. Het toenmalige hoofd was meester Velsing. Meester Voorthuis, met bril, is druk in gesprek. Hier mevrouw Lubbering met dochter Jannie. Dit kindje met de vinger in haar mond is waarschijnlijk het dochtertje van Lubbering. Willy Cohen.
De oude mevrouw met de knoet is Geertje Anne Schippers. De mevrouw met het kind aan de hand is mevrouw Kortwijk. Op bed zien we Katrines Kortwijk. Anneke Kortwijk en Els Raven komen op ziekenbezoek. Michiel Mulder ligt zijn bed. Het meisje met witte krullen is Helene Ottens. Achter de wandelwagen mevrouw Lucia Tapper Jipping. Mevrouw Marie Meijering met dochter Willemien. Hier zien we mevrouw Kiewiet Kamping met haar dochter en kleindochter. Achter de wandelwagen mevrouw Kaatje de Vries van Oenen. Deze mevrouw met de fiets is mevrouw Joustra Eerkes. Dit zijn de heren Jan van Dijk en Bettes Westerhof. Hier de dames Venna van Dijk, de Vries, haar dochter Janneke en Geertje de Vries, de zus van Venna. De woningen aan de Beukenstraat. Marietje Jonker met haar kind. De box wordt naar binnen gedragen door mevrouw Annie Wittaar-Pol. Mevrouw Lidie Alverink kleedt haar dochter aan. Familie Klaassen. Freek van der Weijden en Nis Drent. Klaas Veenstra en Jan Kroeze. Tini Doornbos met het kind op de arm. Jan van der Sleen en zijn vrouw. Geert van de Veen en Freek de Haan. Mevrouw de Jong met haar dochter. Freek de Haan met zijn vrouw. Roelie Veijer. De familie Matena. Een straatbeeld met weglopende kinderen. Anne Doldersen. Anneke Poortstra. Mevrouw van der Weijden, Boelen en Van der Werf. Rolf Hofman. Michiel Mulder. Treintje van Raalte. Roelibos de Lange. Mevrouw Bunning Bergsma. Vond Vicky laat duidelijk merken wat hij van de kamer.